Jullie hebben net kunnen zien dat we weer bij loods waren in België. We hebben namelijk laatst een video geüpload met de hardste knallers van België. En toen zeiden we van loods was dicht, maar goed, alles is 0,5 gram. Dus alles is wel een beetje hetzelfde. Dus toen concludeerden we eigenlijk op basis van Zena en op de Pyroshop wat het hardste knalvuurwerk was. En toen in de reacties van die video hebben jullie heel erg gezegd, bij loods heb je nog beter vuurwerk, of in ieder geval nog harder vuurwerk. Want officieel heb je dus alleen nog maar F2 knallers in België. Maar bij loods heb je zelfs nog P1 vlinders. Dus we waren net geweest en wat blijkt, jullie hadden gelijk. En als jullie denken, waarom zijn je handen zo zwart? Dit is niet de enige stookvideo die we hebben opgenomen. Maar het klopt dus, want deze vlinders zijn dus P1. Moet je kijken hoe groot ze zijn. Is aardig groot, hè? Precies. En ze zijn dus 1,9 gram. En ik vroeg nog van, maar P1 mocht toch niet meer? En toen zeiden ze van, ja, officieel is dat niet een wet op dit moment. Andere winkels zijn ermee gestopt, maar deze verkopen ze dus gewoon nog bij loods. Dus die gaan we even testen. Eigenlijk is het natuurlijk oneerlijk, want de rest wat we hier hebben zitten is allemaal 0,5 gram. En dit is 1,9, dus dit moet het hardste zijn. Verder wat we hebben, ook op jullie verzoek, zijn de Megatresk. Poolse knalletjes. 10 stuks. En in de winkel van loods stond dat heel groot aangeschreven als dit is de hardste knal van België. Deze hebben we ook gehaald, want we wilden een Poolse knaller halen, Bliskova nog wat, maar die was er niet meer. En toen zeiden die mensen, oh, zo, meen je dat nou? Kijk dit, valt gewoon kapot. En toen zeiden die mensen bij de balie van, deze is minstens even goed, Flashing Thunder van Salon Roger. Nou ja, we gaan het zien. Ik denk dat we maar moeten beginnen met die vlinders, want dan kunnen we een beetje een indicatie maken van hoe hard het inderdaad is. Dit is nog P1. Dus jongens, laten we maar beginnen met de vlinder, zoals afgesproken. En ik zei al, in de vorige video gaf iemand aan dat je altijd moet uitkijken voor het gips. Deze moet het hardste zijn, man. Goeie knallers, man. Toch? Goeie knal. Dan gaan we even als vergelijking naar deze. Deze zijn wel 0,5. Zie je? Ja. Die is wel wat minder, maar dat is logisch. Eigenlijk dus oneerlijke vergelijking, jongens. En dan hebben we hier de Megatresk. Volgens jullie massaal de hardste. Ik ben benieuwd. Maar dit zijn de hardste, jongens. Zo. Jullie hebben gelijk. De Megatresk. Wat een knaller, zeg. Zo, gelijk een piep in morgen, gek. Dit zijn absoluut de hardste, inderdaad. Loods heeft dus gelijk. Er stond ook bij deze artikelen de hardste knal van België. En dat klopt. Vriend, dat is hard. Ik snap niet hoe dat zo hard kan. Zo. Dat is een knal, jongen. Af en toe wel een weigeraar erbij. Dat is jammer. Want ze zien er heel spectaculair uit. Alleen ze zijn dus minder dan die Megatresk. Nou. Shit, dat is harder up, ik. Deze is ook keihard, man. Ja, die eerste was gewoon slecht, man. Zo, nu heb ik een piep in mijn oormaat. Nee, deze is het hardst. Deze is absoluut het hardst, jongens. Absoluut het hardst. Die grote vlinders. Nee, maar deze is dan minder. Nee, die was minder. Maar in ieder geval, als ze dus goed zijn, zijn dat dus de allerbeste. Maar jongens, wat een knallen waren dat inderdaad.
Jullie hebben allemaal massaal die tip gegeven van... Hey, dit is natuurlijk wat eigenlijk maximaal mag in België. Maar deze zijn minder, hè? Ja, man. Er komt alsnog wel leuke knallers, want ja. We staan dus nu in een bos. Dus kan je nagaan als je in een woonwijk staat te stoten. Zo. Kijk. Dit is allemaal 0,5 gram. Maar ik vind het zo raar dat die Megatresk... Maar ik vind het heel raar. Maar goed, dat was echt... Zo, maar die waren hard. Ja, man. Dat waren echt hele harde knallen. Zo. En dat is allemaal door jullie, jongens. Want kijk, wij komen natuurlijk niet wekelijks bij al die vuurwerkwinkels. Maar wij dachten echt dat... Wij dachten echt dat die knallers van de vorige video het hardste waren. Mooi niet dus. Zo, zie je dat rondje? Ja, man. Wel helaas regen voorspeld, hè, met auto nu. Ja? Ja, man. Dat is wel meer. Kijk, sommige zijn toch ja, hard, die zijn hoor. Toch iets harder. Maar die vlinders. Oh. Ja, deze zijn ook wel leuk. Ik weet eigenlijk niet wat we ervoor betaald hebben, man. Deze, weet jij dat? Een flauw idee, man. Flashing Thunder. Zo, wat was dat dan? Een rondje. Ik van kat 1. Zo. Hoor je dat? Zo. Kijk, een auto, gek. Harde wind. Nieuw PTD-poort, jongens. Dat zegt deze. We hebben nog een pakje. Want het was dus bij loods voor deze 1 plus 1. Dat snap ik. Want deze zijn minder. Maar die Megatresk. Is niks hoor, is niks. Stooksessie. Besef dat het volgende week al oud en nieuw is, jongens. Ja, gaat hard, hè? Hoppa. Kijk, en je merkt het net, hè? We kunnen dat niet laten zien, maar onze auto staat hier. En er schoot al een stukje gips richting die auto. En het zal maar in je ogen schieten. Naar je ogen schieten. Ja, maar sommige zijn harder, man. Ja. Het... Ja. Heel raar. Sommige weigeren ook. Nou, op dit moment is loods de winkel. Maar het hard, kijk, die is weer minder. Ja. Die is weer heel hard. Ja. Wat ik zei, jongens, op dit moment is loods dus de winkel waar je de hardste knallers hebt. Vooral die Megatresk. En eigenlijk is deze ook niet slecht. Maar die van Zena, die zijn ook heel goed. Die nieuwe knallers. Yes, jongens, jullie hebben het kunnen zien. Wat ik al had verwacht en wat eigenlijk ook heel erg logisch is. Die vlinders.
De Sound Generator waren natuurlijk de allerhardste die ze nu nog verkopen. Het is natuurlijk P1, geen F2. Binnenkort is het oud en nieuw, jongens. 27e, dat is komende... Weet jij dat uit je hoofd, de cameraman? Woensdag, ja. Woensdag, ja. Komende woensdag om 7 uur is onze grote livestream. De dagen daarna zijn we ook live. Alleen de 27e hebben we giveaways. We geven ongeveer 12 keer vuurwerk weg. Ik kan nog niet te veel verklappen. Maar wees er allemaal bij, jongens, om 7 uur op YouTube. Thanks voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.